Schepers. In de studio, Swing Adilla. Dames, wat leuk dat jullie er zijn. Ja, fijn dat we er weer te mogen zijn. Ja. Ik bedoel, mijn mailbox zit helemaal vol, ben helemaal gestalkt. Ja. maar nu zijn jullie hier. Nee, dat is onzin natuurlijk, want ik vind het veel te leuk om weer van jullie te horen. Katja, Luus en Claudia, welkom. Ja. Fijn dat jullie er zijn. Dankjewel. Ik hoor de mensen die nu naar televisie kijken denken, hey, die gezichten ken ik toch? Mensen die naar de radio luisteren denken, die stemmen, dat zegt me toch iets? Ja, als ik zeg freaking awesome, dan moet dat duidelijk zijn. Want die hadden vorig jaar eigenlijk toch wel een radiohitje hier in Limburg. In juni vorig jaar, volgens mij, kwam het liedje uit. Ja, klopt. Ja, ja. Toen zijn jullie hier geweest. En freaking awesome is ter ziele. Althans de naam. Nou, nee, het is niet helemaal ter ziele. Maar er waren gewoon te veel mensen die te vaak hele rare uitspraken... Ja, ze spraken het gewoon verkeerd uit. Ja, was zo lastig dan? Freaking awesome? Ja, voor jou niet. Huppeldepupdames. Maar dat lag dan volgens mij toch ook, want het awesome was niet in letters geschreven helemaal, toch? Dat was dan dat komt inderdaad door dat lettergeintje, die laatste E, een omgedraaide, de drie, eigenlijk omgedraaide E. Ja. En dat was het probleem eigenlijk? Ja, dat ook. Ja, ook. Zeiden ze één koor? Ja. Jezus, dat was wel zo. Ja, zullen we drie staan? Ja, ook. Ook meteen, hè? Zonder het afgesproken is meteen bam, hup, in harmonie. Ja. Oké, okay, dus freaking awesome. De naam werd veranderd in Swing Adilla. En wanneer kwamen jullie tot dat besluit? Maar het heeft wel eventjes geduurd, hè? Kijk, freaking awesome is wel heel erg leuk, hè? Ja, absoluut. Vind ik wel. Het werkt ook wel lekker, vond ik. Ja, vonden wij ook. Nou, alles in koor. Het is een drieling waar we hier mee praten, lieve luisteraars en kijkers. Nee, maar we waren er toch wel al een tijdje over aan het nadenken. Van, is dat, weet je, iedere optreden dat wij aangekondigd werden, dan keken we elkaar, zou het vandaag dan goed gaan? Nee, natuurlijk niet. En dan hadden we toch wel al een tijdje erover van, zouden we het niet... eens goed gaan nadenken. Ja. En dat hebben we gedaan. We hebben toen ook een appje of een berichtje op Facebook gezet. Vrienden, weet je al, kunnen jullie ons helpen? We zijn over aan het nadenken om onze naam te veranderen. Ja. En toen hebben we ook heel veel leuke tips gehad van vrienden. Ja. Maar alsnog, dat was het toch niet. Was er wel eentje? En wanneer viel Swing Adilla dan? Nou, we moesten voor... we zijn bij verschillende bevrijdingsfestivals hebben we opgetreden. Dus we moesten nog wat extra nummers van de Andrew Sisters instuderen. Mm-hmm. Waaronder In The Mood. Ja. En we waren bezig met het instuderen van dat nummer. En er zaten toch een aantal hele leuke woorden in. Waaronder... Something Swingadilla would be good to your ear. Dus Swingadilla. Wow. En we hebben eigenlijk meteen alle drie gedacht... Dit is het. Swingadilla. Swingadilla. Oké. Wat goed eigenlijk dat je toch binnen een jaar al van groepsnaam verandert. Dat wil toch wel wat zeggen. Dat is toch fantastisch eigenlijk. Toch? Meteen ook een goed alternatief vindt dan. Maar kijk. Is het verstandig? Ja? Ik hoor hier en daar ook van... Net nu dat jullie wat aandacht gekregen hebben of aan het krijgen zijn... Ga je veranderen. Is dat dan wel verstandig om dat nu te doen? Mm-hmm. Maar we hebben echt zoiets van... eigenlijk wel. Ja. Want onze cd is nog niet uit. En we zijn nu toch nog steeds met eigen werk bezig. Mm. Dus we willen toch straks wel alles klaar hebben. En dan hoort die naam daar gewoon bij. Ja, precies. Dan zijn we gewoon niet meer freaking awesome. Maar freaking awesome niet helemaal vergeten, want we hebben het gewoon zo bedacht. Oké, we heten Swingadilla. Ain't that freaking awesome? Ah, ze zit er toch nog een beetje in. Een beetje featuring jezelf. Ja. Toch? Een beetje herkenbaarheid voor mensen die ons onder die naam in ieder geval kennen. Ja. Blijft het er toch een beetje bij. Nou, oké. Uitgelegd. Kunnen we door. Ja. Het eerste werkje van Swingadilla is Bang Bang geworden. Wie kan daar wat over vertellen? Hoe is dat ontstaan? Dat nummer deden we eigenlijk al akoestisch. Ja. In de freaking awesome tijd. Ja, in de freaking awesome tijd. Ja. En dat is toch een heel leuk nummer. En we hadden op een gegeven moment een eigen show vorig jaar in Landgraaf. Hm. En daar speelden we alle nummers met een hele leuke band. The Majestics. Ja. En die begonnen dat te spelen. En dat werd swingender en swingender. En we hadden zoiets van, wauw, met de gitaar is leuk... Maar met een band is het nog veel leuker. En toen had ik van, dit is wel een leuk nummer toch om op te nemen. En daar is het ontstaan eigenlijk. Eigenlijk vorig jaar mei al. En dan... Ooh, yeah. Hey.
all the time. She got a booty like a Cadillac, but I can send you into overdrive. You've been waiting for that. Stack on up, swing your back. See, anybody could be bad to you. You need a good girl to blow your mind. Bang, bang, into the room. En het is een cover, hè, dames? Ja, klopt. Ja, klopt. Ja, het is een cover van Jessie G. Ja, precies. Maar dan wel, ja, zoals jullie gehoord hebben, in ons jasje. Een swingend jasje. Ja. Precies. Wat zo heten de dames tegenwoordig. Katja, yep. Claudia, Luus in de studio. Leuk dat jullie er zijn. En ja, nu dan. Swingadilla is de nieuwe naam is en het allemaal is omgedoopt. Kunnen we door? Bang Bang is het eerste kindje van Swingadilla, zeg ja. maar. Ja, ja, klopt. En nu, wat zijn dan de toekomstplannen? Want nu dan promotie voor dit nummer, neem ik aan. Ja, ja. Daar zijn we druk mee bezig. Mm-hmm. En ondertussen hebben we een eigen geschreven nummer van Katja doorgegeven aan iemand om dat te arrangeren. Ja. En dat is als het goed is in januari al klaar. Mm-hmm. En dan, het is ook nog een ander nummer, doen we zelf geloof ik, hè? Jij en Misha. Eigen nummer. Ja, ook een eigen dus, nummer. Dus er zijn twee nieuwe eigen nummers in de maak. Zijn we mee bezig. Ja. Maar het is nog heel druk, dus het is nu november en dan december. Dus we zijn heel druk met allerlei andere dingen. Ja. In januari moet dat allebei zo'n beetje klaar zijn. Dan gaan we het inzingen. En dan hebben we de clip en alles, de hele shebang erbij in maart. Dus daar komen we weer. Bij deze staat de afspraak. We moeten nog even fine-tunen, maar komt goed. Leuk alvast dan. Ja. Want dan moet er iets af zijn. Een albumpje, een EP of... Ja, een album gaat niet lukken. Nee, maar in elk geval de single, de volgende, moet dan... 2020 wordt in ieder geval het jaar van Swingadilla. Dat ja, is bij absoluut. Deze, daar gaan we voor. Ja, dat is bij deze plek toch beloofd. Ja. Wat goed, leuk. Ja, yes. Nou ja, goed, dan verwachten we jullie weer in maart. Dankjewel, dames. Ja, nou, dankjewel. En dan zijn jullie met z'n drieën Swingadilla, maar er gebeurt eigenlijk nog veel meer. Spam heel eventjes de social media van Swingadilla, dat we dat even duidelijk hebben gezet. Dat mensen in ieder geval kunnen reageren en over jullie informatie kunnen lezen. Ja. Ja? Dat kan. Swingadilla. Swingadilla. .nl.com. Of op Facebook natuurlijk. Hè? Ja. Op Facebook zoeken. Of, even Instagram, of Instagram. Even zoeken naar Swingadilla en dan komt dat vanzelf goed. Ja, ja. Nou zitten jullie met z'n tweetjes, Claudia en Luus. Jullie zitten in een coverband ook, waar jullie nog druk mee zijn. Ja, dat klopt. Welke coverband is dat? Catch 22. Oké. Okay. En wat coveren jullie allemaal? Heel veel. Ja, Nederlandstalig. Wat niet? Dus van alles pop. Van disco naar disco. Rock naar Nederlandstalig. Alles komt voorbij. Alles komt voorbij, ja. Wel leuk. En ook te boeken en zo en overal op te treden. Zaterdag zijn we in Maastricht. Oké. Okay. In die kerk, hè? The Rebel. Dat is een besloten feest. Wel een besloten feest, prima. Maar we hebben inderdaad ook nog een aantal andere optredens opstaan. Ja. Dan gaan we geen kaartjes voor het besloten feest weggeven. Nee, helaas niet. Dus daar zijn jullie dan druk mee bezig. Katja, jij bent ook nog druk met van alles en nog wat. Jullie doen met z'n drietjes volgens mij voor Jacques Vinders ook een hoop. Als koortje of niet? Of, is dat alleen... Tijdens de live show. Ja. Tijdens de live show. Zelf doe ik eigenlijk via Milestone. Ja. Doe ik heel veel koorwerk samen met inmiddels mijn man. Mm-hmm. Misha. En daar hebben wij onder andere ook de laatste cd van Jacques Vinders mogen kopen. Ja, ja. En aangezien Jacques in oorsprong een liedje zelf wilde uitbrengen, ik bedoel solo, bedacht hij zich later van het is sowieso een duet.
zal ik dan toch maar niet iemand vragen. En aangezien ik al voor hem koorde, vroeg hij van, ja Katja, wil jij dat niet doen? Maar ik zag dat in eerste instantie. Natuurlijk was ik blij. Hè. Ik vond dat een eer. Ja. Super blij. Hey, ik mag een duetje met Jacques zingen. Maar ik dacht, oeps, het is wel kerkraad. En zolang ik koortjes zing. Dat spreekt ze niet. Het is best wel een pittig voor mij, een heel pittig dialect. Ja. En ik denk, ja, weet je, zolang ik koortjes zing, dan ben ik een invulling en aanvulling. Dat valt niet zo op. Hè. Mm-hmm. Maar een couplet in het kerkraad, ja, ik denk dat de mensen gaan mij niet serieus nemen. Die gaan mij afslachten. Noem het toch maar meteen dan. Ja, ja. Dus die gaan me echt wel afslachten. Dus ik denk, ja, maar zal ik dat op zijn Belgisch doen? Nee, dus ook niet, want dan krijg je Jacques Vinders met K3. Ja. Dus ik denk, nee, dat gaat hem ook niet worden. Wordt Jacques Vinders de nieuwe Gert van Hulst? Dat, ik zat er een beetje mee in mijn maag. Dus ik denk, nee, dat moet ik dus niet in het Belgisch doen, niet in het kerkraad. En toen kwam de oplossing vanzelf. Ik dacht, laat ik dat gewoon in mijn moedertaal doen. En dat is Italiaans. Wow. Dus ik midden in de nacht, Jacques is ook een nachtmens, ontzettende nachtmens. Dus ik, Jacques, midden in de nacht appen. Hey Jacques, zou je dat zien zitten als ik dat in het Italiaans zou doen? En ja, Jacques kennende, super, ja natuurlijk, doe maar. En toen had ik al een stukje demo opgenomen en het hem verstuurd, midden in de nacht. En daar reageerde hij echt super blij op. Zo van, ja, ik denk dat je dat in het Italiaans moet doen. En zo toen stond het duet op Kristal. Ja. Wauw, in het kerkraad en het Italiaans. Ja. Jacques Vinders en Katja, fantastische combinatie. Fijn toch? Ja, ik ben er heel blij mee. Ja. Wat goed. En heb je ook nog Piece of My Heart, een liedje van jou uit. Ja. Waar ook een clip van is. Wat kun je daarover vertellen? Nou, Piece of My Heart, dus, dat is eigenlijk een liedje dat ik al voor een eerder project van mij geschreven had voor Lily B. Wolf. Ja? Lily B. Wolf, daar was ik al een aantal jaar mee bezig, nog zelfs voordat ik bij Swingadella terecht kwam. Maar mijn compagnon die kreeg op een gegeven moment een label deal, of een deal in Londen met een ander project. Mm-hmm. En daar ging dus heel veel tijd in zitten. Ja. En mijn werk, ik had intussen al, ik weet niet hoeveel nummers voor Lily B. Wolf geschreven. En ja, dat bleef dan maar liggen en liggen. En weet je, ja, zelf raak je altijd wel onderaan de stapel, want er is altijd wel allerlei, van alles belangrijker. Hey, ik doe ook heel veel koorwerk voor andere mensen. Ik zit zelf ook in een hele leuke coverband met een goed concept. Noem die coverband dan ook nog even. Dan hebben we het hele ensemble gehad. Ja, ik zit in een geweldig leuke coverband, Blizzard, met een goed concept. Mm. Wij werken met verzoekjes. Dus de mensen kunnen via een soort van app-systeem een verzoekje indienen. Terwijl ze in de zaal staan, zeg maar. Hoe? Terwijl ze in de zaal staan. En dat is heel leuk. En ze kunnen zelf ook bijvoorbeeld iets karaoke met ons komen meezingen. Dus ja, dat werkt aanstekelijk. Heel interactief, werkt heel aanstekelijk. Is heel leuk. Dus ja, dus voor mijn eigen werk, ja, dat blijft dus altijd wel liggen. Altijd wel onderaan de stapel. Ja. En toen had ik zoiets van, ja, weet je, ik wil ook wel bepaalde hoofdstukken in mijn leven afsluiten. Want ik schrijf heel autobiografische teksten die ik dan op een gegeven moment ook wil afsluiten. Daar moet een punt achter komen, want anders kan ik, ik heb het gevoel dat het dan aan mij blijft knagen. En dan kan ik niet meer verder. Ja. En het is niet, het moet gewoon verder. En toen heb ik de moed bij elkaar gescharreld en wat mensen bij elkaar gezocht. En daar zijn we dus vier nummers, dus die ik eigenlijk een oorsprong, of laat ik zeggen drie nummers die ik een oorsprong gemaakt had voor Lily B. Wolf. Hmm. Daar zijn we mee aan de slag gegaan. En toen heb ik nog een vierde erbij geschreven. En die vier zijn dus nu klaar. Die zijn af. En Piece of My Heart is dan de eerste. Oké. Okay. De eerste single, zeg maar. Ja. En dat doe je dan onder je eigen naam? Dat doe ik onder mijn koosnaampje. Ja? Atia. Katia. Nee, Atia. Atia? Ja. Okay. Dat komt door een van de allereerste kleinzonen van mijn ouders, Remy, die nog maar net geboren was. En de eerste naam die Remy sprak, dat was Atia. Atia. Ja, en dat is me zo bijgebleven. En legendarisch geworden, dat blijkt wel, toch? Ja.
Ja. Dames, nu horen jullie Katja bezig. Want de kijker en de luisteraar denkt nu van... ja, leuk dat je met die drie charmante dames aan de babbel bent. Maar het lijkt nu alleen over Katja te gaan. Dat is natuurlijk niet zo, hè? Ik bedoel, verre van niet onder. We zijn de hele week met elkaar vervlochten. Dus wat betreft... Ja. Als ik hoor in welke projecten en bands jullie allemaal op neerzitten... Is het voor jullie wel alle drie brood? Wat jullie nu aan doen, dat moet wel bijna. Ik wou dat er in de muziek gewoon wat meer brood te verdienen was. Ja, maar als je zoveel dingen doet, je zit in een coverband allemaal. Je zit in de eigen projecten. Katja heeft er nog een aantal projecten naast. Ja. Dan kun je toch niet naast ook nog een baan hebben? Of wel? Ja, toch wel. Ja. het is druk, maar... Oké, even heel in het kort. Wat doen jullie voor de rest dan qua baan, Klauw? Ik werk als gedragswetenschapper binnen het speciaal onderwijs. Oké. Okay. Ja. En doen we het goed een beetje nu hier? Ja, hoor. Dus, oké. Okay. Katja, heb jij dan ook nog een baan naast al die dingen of niet? Ik doseer zang op twee scholen. Eén waaronder hier in Heerlen. Ja. De muziekschool van Robin Zalm. Ah ja, oké. Okay. Parkstad. Ja. En ik doseer ook zang op de Stedelijke Muziekacademie van Deelse Stokkum. Oké. Okay. En verder doe ik dus via Milestone heel veel koorwerk. Ja. Oké, okay. En Luus? Nou, ik heb tot voor kort een eigen bedrijf gehad. Een kleur- en stijladviezen. Oké, okay. Gehad zeg je. Maar gehad, dus dat doe ik niet meer. En nou ben ik lekker aan het schilderen en vooral heel veel aan het zingen. Ja, oké. Okay. Ja, en kleren aan het zoeken op internet en schoenen aan het kopen. Heel goed. Dus daar hou ik me heel erg mee bezig. Ik tuig hem af te ronden, dames. Ja, precies. Ik vond het ontzettend leuk dat jullie er waren. Want ja, we kunnen uren nog langer doorkletsen. Dat moeten we dan met een maart doen als die EP er is. Precies, komen terug. Komen concentratie op Swingendilla. En daar is Bang Bang nu vanuit. Check het via de social media. Check ook waar de dames optreden, want dat is her en der overal volgens mij. Ja. Ik vond het erg leuk dat jullie er waren. Heel veel succes met alles wat jullie doen. Dank je wel. Katja, Luus en Claudia, dank je wel. Even misschien in koor, Swingadilla. Dank je wel. Something Swingadilla would be good to my ear. Thanks a lot. Bye bye.